part of the journey. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot. Oei, daar gaat Rasmussen. Daar is die. Ach, ach, ach. Was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. Rasmussen weer gevallen. Lek gereden waarschijnlijk. In the desert. Ja, hij blijft nu aan het hannesen. Oh, 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 oh. Ja, zeg, is het een herhaling of is dit de vierde keer dat hij een andere fiets krijgt? Kan gewoon niet waar zijn, zeg. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days. Weer gaat hij. Kijk nou toch, kijk nou toch. Wat is dit? Maar kijk, hij doet nu echt alles fout. Het kan alleen gebeuren als je gewoon helemaal elk gevoel in je fiets en in je lijf kwijt bent. Gewoon helemaal verkrampt door de stress. Na 4 kilometer valt hij. Hij slaat helemaal in paniek. Ja, dan valt hij nog een keer. Hij sloeg op zijn rechterzij. Hij durfde de bochten niet meer door. We waren blij dat hij weer opstapt. Die tweede plek, dat was een droom. Maar ja, nu verliest hij een paar plekken meer. Maarten Ducro zegt in de live-uitzending, verkrampt door de stress. Kan dat? Ja, ik denk hij is gekomen voor de bergtrui en de etappe. Hinault vond de etappe die hij gereden de grootste prestatie deze Tour in de Vogese. Geweldig. Tegen dat gemiddelde met 2 gerenommeerde tijdrijders achter de kont. En hij wint dan. En in één keer wordt hij dan kopman omdat Menchoff faalt of het laat afweten. En ik denk dat die jongen daar niet tegen bestand geweest is. Hij heeft vrij lang naar deze tijdrit kunnen toewerken. Dat is in alle rust gegaan. Ze hebben hem mooi afgeschermd. Maar alles, Henny, maar dan ook alles ging fout. Ja, maar dat is juist het probleem van het lange. Als het korter was geweest, heb je niet zoveel tijd om na te denken. Maar dat wordt zo opgefokt. Heb jij niet eens een keer zoiets meegemaakt? Ja, ik heb 2 keer als ploegleider de 2e plek verloren. Met Hampsten en met Mechia in de Tour. En van het podium gedonderd en 4e worden. En ik heb zelf de Ronde van Spanje verloren. In de laatste etappe in de leiderstrui vertrekken en de Ronde van Spanje verliezen. Dat is ook niet zo leuk, hoor. Dat kan ik me indenken. Ik ga een gek verhaal vertellen en u luistert maar mee. Hij vroeg of hij even alleen mocht zijn aan Erik Breuking. Dat vroeg hij na afloop in Saint-Étienne. En Breuking heeft hem daar toegestaan. Onze mensen reden uit Saint-Étienne weg. En toen kwam het volgende. Ze reden door de peage heen, zaten dus op de autoweg van Saint-Étienne naar Lyon. En toen kwam er van de andere kant, moet je nagaan, Henny, op de autobaan van Saint-Étienne naar Lyon, kwam er een man in een wit shirt met rode stippen. Om zichzelf te zoeken, is hij dus over de autoweg van Saint-Étienne naar Lyon gaan rijden. Dan ben je jezelf goed kwijt, hoor. Ja, dan moet ik ze. Ik hoor dat verhaal, maar ik moet dat ook van 2 kanten horen. En dat kan wel zijn, maar je kunt ik geef gewoon aan wat er gebeurd is. Je kunt in Saint-Étienne ook heel makkelijk. Ik ben er gisteren doorgereden om naar hier te komen. Heb je dwars door Saint-Étienne van allerlei grote wegen waar heel snel op snelweg zit. Dat kan gewoon gebeuren. En natuurlijk, hij wil ook alleen zijn. Ja. En dat kan. Je kunt er even op snelweg zitten. Ja. Ja, het is wel even gevaarlijk. Ja, dat wou ik dus maar zeggen. Jij zei trouwens iets heel aardigs over Erik Breuking. Want na de 2e valpartij, nadat hij dus uit die berm is gekomen, dan zie je Erik ineens hem bij zijn lendenen pakken en bij zijn schouder. En dan loopt hij even met hem op, als het ware, en doet wat met hem. Hij pakt hem als het ware terug eigenlijk en zegt even rustig, kalm. Ja. En ik denk, maar hij had de pech. We zaten te kijken vanmiddag met Rob Harmeling en wat jongens. En Salvadelli pakte die rotonde linksom en hij. Er waren 2 coureurs die dat deden. En 162 gingen er net langs? Ja, maar die keuze neem je. En misschien denk je dat het beter is, weet ik veel. En
En die bocht ligt slecht. En ik denk dat hij ook veel pijn had. En hij heeft nog geluk gehad dat hij zijn sleutelbeen niet breekt in de tweede val. Want dan kon hij niet eens in prijs aankomen. Maar ik vind het zijn prestatie. Of je nou, wie weet nu nog wie verleden jaar zevende was. Hij heeft die bergtrui. Ik vind het fantastisch wat hij doet. En ik heb wel met hem te doen dat hij het zo zwaar heeft gehad. Want laten we wel zijn, dit is niet leuk. Nee. Voor een sportman. Maar het is buitengewoon om naar te kijken. Het algemeen klassement naar de etappe van vandaag. En zo gaan we morgen de laatste loodjes wegen. Armstrong heeft dus 4,40 voorsprong. Dat was vorig jaar beduidend minder. En Oele heeft 6,21 aan de broek hangen. En Mancebo die staat er ineens 4. En nou staat Rasmussen 7. En er staat geen Fransman bij de eerste 10. En dat mogen ook... wat doe je tegenwoordig als je iets te melden hebt en je bent toerwinnaar? Bij Armstrong was dat vrij eenvoudig. Hij had iedereen en alles gezegd, ik geef 1 persconferentie. Wie daar aanwezig wil zijn, mag daar aanwezig zijn. Je komt maar, je neemt je camera mee en ik beantwoord bijna alles wat gevraagd wordt. Dus we hebben een samenvatting gemaakt voor u, maar het is prachtig om te zien en te horen. Dat het op een persconferentie waar Lance Armstrong verschijnt een chaos is, is zowel een cliché als een understatement. In de perszaal bij de finish stond Armstrong een klein uurtje na zijn overwinning in de tijdrit uiterst relaxed de pers te woord. It's nice to win. It's nice to finish your career on a high note. Not just with the stage, but for the overall. You know, for me there was no pressure for this victory. It's just something that I had within myself and wanted to, as a sportsman, I wanted to go out on top. Een terugkerend onderwerp op de persconferentie was uiteraard zijn toekomst. Wat gaat Armstrong doen als hij morgenavond wielrenner af is? Of is hij misschien toch nog gaan twijfelen? As a matter of fact, I'm more convinced now than I've ever been. Absolutely no regrets. I've had an unbelievable career. I've been blessed to ride 14 years as a professional. I've been blessed to win some big bike races before my illness and to win the Tour 7 times after the illness. There's no reason to continue. I don't need more. And it's time for a new face. It's time for a new story. And no regrets. Tijd voor nieuwe gezichten dus, volgens Armstrong. Een bekend gezicht, een Duitse journalist, confronteert hem met een zeer bekende kwestie. Heinz? Let me guess. No. Yeah, for the last time, which is a pity for me. Congratulations. You won't be the last time you ask me a Jan Ulrich question. No. For sure next year you'll find me. But at the... I'll be hiding out on the bus. Yeah, I have a Jan question. Yeah, but then you won't wear the yellow jersey. Huh? But then you will not wear the yellow jersey. No. So the last time as tour winner I asked you your comment about Ulrich's performance here and how do you see his chances for next year? You're on his payroll. Dude, Jan is, he's special guy to me. He's a special rival. I have not been bullshitting over the years when I say that he's the scariest rider in the group. If I was Jan's director and you know, we have sat around the last week or so and said, we have to win the tour again. And I said, well, why don't we take Jan? Because I truly believe that Jan can win the tour again, not just once, but more than once. Dan terug naar zijn eigen toekomst. Eerst de korte termijn. My children are here, thank goodness. And come Monday morning, we're gonna wake up in Paris, and the kids, and Cheryl and I, and a close group of friends and family are gonna fly to the south of France and enjoy ourselves for a week, and lay on the beach and drink wine and. Not ride a bike and eat a lot of food, swim in the pool and splash around with my kids and not worry about a thing. The thing is that this job is stressful and this event is stressful. So it will be hopefully a week's preview of what my life might be like for the next 50 years.
with no stress. Toch sluit Armstrong op lange termijn niet helemaal uit dat we hem ooit nog terugzien als triatleet of mountainbiker. Maar dat het nooit meer wordt als nu, dat is duidelijk. But I'm also no fool. I know that that people forget about sports people. And there's a new face and a new name and a new story in a year or two. And so I have both feet on the ground and know that my time is up. I'm retired now. I don't have anything else to do. Why not go hang on a rock and roll tour for a while? Drink beer and party and... I've been to a few shows. It's really not that wild, but maybe. Thank you. Merci. Thank you, Lance. Thank you, Johan. En ik weet niet of u meekreeg wat er gebeurde na zijn laatste thank you. Hij legde dus die microfoon neer. En bij een persconferentie klinkt ineens een applaus op. Dat is de afgelopen jaren nooit voorgekomen. Zeker niet in de Ronde van Frankrijk. Het is toch opvallend dat de pers... Maar dat zijn een stelletje citroenen met elkaar. Die hebben hem echt zijn poten willen breken. Maar toen kwam er ineens een applaus vanmiddag. Ja, maar dat is een diepe respect. Je ziet dat ook... Erik Dekker wint Parijs-Tours en Bettini gaat hem feliciteren. De grote concurrent voor een grote prestatie. En iedereen erkent toch wel het geweldige wat hij gedaan heeft. Wat hij de wielersport bewezen heeft. Ja, maar, en toch zijn, er nog altijd mensen in Frankrijk die proberen hem onder zijn knieën af te zagen. Ja, dat zal zo blijven. Maar ik heb deze week toch meer sympathie gezien de laatste week van de Tour. Met name de jeugd van Frankrijk. Kinderen met spandoeken gekalkt op de weg. Ja, nee. Het is een grootheid, het is een icoon. Ja, maar ook het verhaal wat hij ook doet naast het wielrennen. Ik ben ook van overtuigd dat hij zal zijn leven niet een beetje met lanterfanten voortzetten. Hij gaat nog grote dingen doen. De naam is dus bekend, Lance Armstrong. Hoe ligt zo'n man, laat ik zeggen, in het hele grote peloton dat de Tour de France heeft? He's an animal. Je pense que c'est un très grand professionnel qui a fait tout ce qu'il fallait pour être le numéro 1. Et le résultat, c'est qu'il l'est. Bon, je pense que c'est le mieux. C'est ça. Exceptionnel, très fort. Il se bat encore, là? Oh, pas grand-chose. C'est un champion. Il va encore gagner son 7e Tour de France. Donc, chapeau. Très grand champion. Puis grand monsieur également. Tous les matins, la signature. Bonjour à tout le monde. Serrant les mains. Quelqu'un de... dont je garderai un grand souvenir. Un corredor que ganó 7 tours, y para eso hay que tener muchísima condición física y moral. Yeah, he's strong, like the other 6 tours. Il est très fort, il est très connu au Japon, et puis il est le roi du cyclisme. Pues el mejor en la historia del Tour. Zeer gefocust op Tour de France en wat mij het meeste indruk gemaakt heeft op hem is zijn tijdritten en welke trapfrequentie dat hij trapte. Yo creo que ha vuelto a demostrar o está demostrando de que es merecedor, ganador de un séptimo Tour, que es el corredor más grande de la historia del Tour y que para nosotros o para mí especialmente ha sido bonito haber estado durante 3 o 4 años junto con él, ¿no? Vooral als je weet naar welke verschrikkelijke ziekte hij terechtgekomen is, daar kan ik alleen maar zijn chapeau. Hombre, el corredor más fuerte hasta el momento. Creo que el vencedor del séptimo Tour. Y un corredor que va a hacer historia. Too much respect and chapeau. In één woord. De beste. Nee, dat zijn twee woorden. De beste. Impresionante. Champion. He is the strongest. Professionalidad. Un crack. Ah, maillot jaune, gelbe tricot. Onbereikbaar, denk ik. Een champion. Maniac. I don't think that he could wish better stop on his career as he's stopping on the top of the world. And I think that's might be very beautiful for him. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Want dit was toch wel heel sympathiek wat hieruit naar voren kwam. Ja, maar ik zei net al waarom. Nee. Er is niemand die... maar iets kan vinden waarop ze hem kunnen pakken. Ja, er zijn wat Franse journalisten, dat weten we. Die blijven doorgaan. Maar in het peloton, ik vond dit echt een hommage... wat onze mensen hebben opgenomen, toch? Ja, maar je zei net ook al bij de persconferentie... zo relaxed en zo ontspannen. Hij kijkt vooruit en hij schat situaties in en handelt daarna. En probeert zijn doel te bereiken. En hij gebruikt mensen, hij gebruikt dat peloton... maar hij heeft ook de macht om, en niet in een negatieve zin... maar hij weet daar ook mensen... ja, toch
op hun waarde te schatten, ook te waarderen en ook ruimte te geven. Ook in die ontsnappingen, hij laat de kopgroepen gaan. Hij vindt dat goed zo, want dat hebben ze verdiend. En hij bereikt zijn doel. Hij is de boss. Hij maakte, ik hoorde ook iets anders. Ik geloof dat Bjarne Ries dat zei. Die zei zoiets van, hij regisseert niet zijn eigen tour. Hij regisseert ook de tour van de anderen. Ja, de tour. Ja. Dat doet ook. Hij doet alles. Maar dat is niet nieuw. Dat deed Merckx ook wel een stuk. En Miguel Indurain deed het ook wel een stuk. Goed, we hebben de meningen gehoord van een heleboel mensen uit het peloton. Maar er zijn er natuurlijk altijd die heel dicht op hem staan of heel dicht op hem gestaan hebben. Bijvoorbeeld die aan zijn benen hebben moeten masseren, die zijn fiets hebben moeten maken. En ook die mensen hebben we gevraagd, want die hebben iets meer inzicht van wie of wat is dan die man Lance Armstrong? Wel, ik ben alleen, hoe zou ik zeggen, een gelukkig man dat ik het geluk heb mogen hebben om dus met zo'n groot trainer samen te werken. Dus dat maakt mijn carrière fantastisch. Hij is geen renner, hij is een symbool. Dus iedereen wil wel, ook al hou je niet van het wielrennen en je bent hier, wil je hem zien. Dus daarom staan er altijd zoveel mensen bij ons. Ja, ik heb zelf nog gekoerst en veel grote kampioenen ontmoet ook. Maar Lance is een ongelooflijk fysisch sterk atleet. Maar mentaal heeft hij zijn gelijken niet. En ik denk dat dat vooral zijn sterkte is. Ik denk dat er weinig sportmensen zijn die een persoonlijkheid hebben zoals hem. In de eerste plek. En dan zijn palmarès. En de manier waarop hij omgaat met alles. Dus dat maakt hem de complete sportman, denk ik. Jij, Henny, je hebt de grote eer eigenlijk om hem in zijn allereerste race bijgestaan te hebben. Daar komen we na dit programma, als we dat grote portret van hem wederom uitzenden, komen we daar nog even op terug. Jij zit daarin, maar kan je nog terughalen wat er gebeurde toen jij hem voor de allereerste keer in jullie levens tegenkwam? Dat was dus in een hotel in San Sebastian, als ik het goed heb. Toen was hij van Barcelona naar San Sebastian gekomen, had volgens mij iedere kroeg die hij onderweg tegenkwam, had hij bezocht. Uit teleurstelling dat hij de Spelen niet gewonnen had. Ja? En kwam toen onder jouw hoede. Wat was dat toen voor kereltje? Ja, we hadden een meeting en hij kreeg zijn opdracht. Hij hing aan mijn lippen. Hij zag wel alles wat er gebeurde. En we vertelden over de koers en hij kreeg zijn opdracht. En ik zei hem nog te loof dat hij de koers moest uitrijden. En toen was hij wel een beetje beledigd min of meer. Maar ik dacht, dat kan ik makkelijk en ik ben een verdet. Maar na 200 kilometer wou hij de pijp aan maten geven. En toen zei ik, zo gaat dat niet hoor. Dat doen we niet. Ja. Okay, maar wat voor jongen was het? Het viel hem daar geweldig tegen, die wedstrijd. Hij had gedacht, ik zal bij die profs eens even mooi weer spelen. En toen, ja, maar hij kwam zijn afspraak wel na. Maar toen was het ook een ongeleid projectiel. Ja. Maar hij had macht en kracht bij hopen. Maar tactisch gezien? Nee, Amerikanen waren toen hardfietsers. Zo'n Lens is hier gekomen, die is nu door Lens verleden jaar in die ploeg gekneed. Maar zo was hij ook. En ja, gaandeweg. Maar hij leerde wel heel snel. En wat Ed ook, had hij een grote mond toen hij binnenkwam? Nee, absoluut niet. Hij wilde leren en kijken. Hij gaf zijn ogen en oren heel goed de kost. En hij wilde kreur worden, hij wilde ook beroemd worden. Hij wilde ook rockstar zijn, dat had hij toch. Hij wil wel bekend zijn, dat vindt hij prachtig. Ik zie hem nog een keer bij mij in de auto zitten toen we, wat ik net zei, dat achter Mechia reden, de tijdrit voor de laatste tijdrit naar Parijs. En Indurain haalde ons in en er kwamen 30 motoren achter en fotografen. Hij werd gek in die auto en dat vond hij geweldig, die mensen. Dat wilde hij ook? Ja, daar wilde hij bij horen. En toen was hij lang nog niet zo ver. Is hij dan redelijk in geslaagd? Ja, redelijk ja. Heb jij enig idee wat er gaat gebeuren nu hij terugtreedt, wie zijn opvolgers zullen zijn? Is er iemand die dezelfde push, drive heeft om dat te doen wat hij heeft? Er wordt heel veel gespeculeerd. Maar er wordt over Ori gesproken en er waren hele mooie woorden van hem. Maar ik denk dat Jan, hij is verreweg de sterkste peloton. Maar Lance heeft ook bewezen dat je de Tour wint met intellect en overleg en tactiek. En ik denk dat Bjarne Ries met zijn ploeg, die de contracten zijn verlengd, er heel goed voor staat met Basso. Maar daar komen jeugd op zetten. Gelukkig ook in Nederland. Niet voor de Tour zegen direct, maar wel Mario Cunigo, Valverde. Daar gaan we zeker van horen in de toekomst. En wie weet mag het zeggen. We zullen even in het peloton gaan kijken. Jeroen Stekelenburg op zoek bij de mensen die het echt kunnen weten. Wie dan wel de opvolger van Zijne Majesteit Armstrong zal zijn.
L'année prochaine, ce sera des nouveaux coureurs, parce que je pense que certains sont déjà là, ne serait-ce que Basso, Kulrich, Vinokourov, Clauden, tout le monde sera là, mais il y aura peut-être d'autres nouveaux, comme Thomas Dekker à l'occasion, Valverde en Espagne, Cunego en Italie, et puis des Russes. Hein. Well, Basso, he looks like he's gonna take the part of Armstrong, so he has the most possibility of win, but there are also young riders that maybe they can grow and they can fight for the victory. Well, I think it's going to be open for sure. I think that different teams who can control the race, but I think let's wait and see. I think there are many possibilities and. Es difícil saber, hay muchos, pero bueno, ya veremos a ver. Los que están ahora ahí arriba y gente nueva que saldrá, pero será un tour diferente y más abierto, yo pienso. Bah, l'année prochaine, tour très ouvert avec Basso, Rasmussen et puis quelques autres, ça va être très très intéressant. Voilà, nous accueillons l'Italien Salvatore Comesso, double vainqueur d'étape sur les routes du Tour. Volgend jaar hebben we net een ploeg zoals iedereen. Dus nu zijn we een paar jaar, zeven jaar de ploeg van Armstrong geweest, dus. Dat is heel anders. Je ziet bij de bus hoeveel mensen er staan elke dag aan de finish, overal aan het hotel soms. Dus volgend jaar zijn we net zoals alle anderen, moeten we gaan hacken en we zetten rond de bus. Hoorde ik goed dat Bernard Hinault de naam Thomas Dekker uitsprak? Ja, die heeft hem wel aan het werk gezien in het criterium internationaal. Dat is een koers in Frankrijk die geweldig zwaar weegt. En op een gegeven moment reed hij daar wel Basso, Julich. En er zat nog iemand bij. De rest was er allemaal al af, maar er waren de beste van de beste die overbleven. En daar won hij de sprint van. Ja. Dus ja, dat zijn aardelijke. Moeten we ons rijk gaan rekenen dan met zo'n jonge vent dan? Of is dat niet echt te vroeg? Maar wielrennen is geduld opbrengen. En kijk, Joop is een uitzondering geweest. Eerste jaar beroepsrenner en gelijk tweede in de Tour. Hoeveel werd jij eigenlijk in je eerste Tour? Ik werd tiende, maar toen was ik al drie jaar prof. Ik had eerst twee Giro's gedaan. Ja, en ik had al heel je reed voor een Duitse ploeg die niet uitgenodigd werd in de Tour, toch? Ja, ik kwam van alles bij kijken. Maar ja, maar ik was ook bang voor die Tour. Waarom? Ze hadden me er bang voor gemaakt. Dat was zo zwaar. Hadden ze je bang gemaakt? Ja, ik denk dat ik had al die wilde verhalen gehoord van Jan Kotaar en Theo Komen. Wat dan? Ja, dat het zo onmenselijk zwaar was. Ik denk, nou, ik begin maar rustig, doe maar eerst een paar Giro's. Ja, of dat rustig is. Nou ja, heb ik al veel geleerd. Maar ik denk, wat de jeugd betreft, kijk, Pieter Wening, wat hij doet, is natuurlijk fantastisch. Je zei net al, de beste man in de tijdrit is een Neo die voor de eerste Tour meekomt. Ja. Meerheid. Joost Postema. Heel goed, vind ik. Ja, dat moet groeien en dat moet je tijd geven. En we hebben er nog die thuis zitten. En Thomas Dekker, die mag zich daar weer aan optrekken. Ook aan de zegen van Wening en het Hij is er nog niet, maar hij heeft de potentie om het redelijk te kunnen. Ik heb met Lens gewerkt en zijn eerste Tour hebben we na 10 etappes eruit gehaald. En hij moest ook een keer starten voor Miguel Indurain. En hij zei, hij gaat me niet inhalen. 3 minuten, een lange tijd is dus vandaag zoiets. En ik reed erachter en gas geven en vechten als een leeuw, maar na 40 kilometer, daar kwam hij hoor. En aanklampen 10 kilometer en toen vloog hij ook in de lucht en het verloor ook 5-6 minuten. Dus dat heb je allemaal nodig als jonge renner, wil je ooit zijn. Hoeveel werd jij in de ronde van 80? Ja, tweede. Tweede, ja. Dat is 25 jaar geleden. En als je daar op de Champs-Élysées kreeg, dat jij daar stond, daar op die plek. Ik werd op eerbiedige afstand tweede van Joop. Ja? Had je die ooit kunnen winnen, die Tour? Nee, ik heb misschien wel een Tour kunnen winnen. 77. Pech, ja, maar sleutelbeenbreuk. 78 was ik ook heel goed. Ja. 76, stomme val. Maar het is er helaas niet van gekomen, maar ik ben tevreden. Nou, voor de rest heb jij niks gewonnen in je leven. Olympisch kampioen, wereldkampioen, Ronde van Vlaanderen, Milaan-San Remo. Moet je nog even doorgaan of niet? Ja, de Tour is toch de wedstrijd van het jaar. Daar had ik ook mijn hart aan verpand en ik ben er nu nog steeds bezig in die Tour. En, maar word je dan wel eens 's nachts zwetend wakker van dat je het niet gewonnen hebt? Absoluut niet. Ik ben alleen heel blij dat ik het allemaal heb mogen meemaken. Ik kan me trouwens nu ook niet meer voorstellen dat ik dat labeurwerk heb kunnen doen over al die calls. Ik denk, jongen, dan moet je toch. Maar je bent echt ervan bezeten en je wilt dat. Maar
Ik ben, als ploegleider heb ik het meegemaakt met alle ziel en zaligheid. Ook net teleurstellingen meegemaakt, leuke ritten gewonnen, ook met Lance, met andere coureurs. En ja, nu ben ik gastheer van het Rabobank wielerplan en dat bevalt me ook uitstekend. Dan heeft u ook meteen door waarom Henny in dit pak zit, want hij moest vandaag vanavond keurig op een boot, moest hij gastheer zijn. Het is gevallen, hè, het begrip. De Tour van 80, de Tour die Joop won, met eerbiedwaardige voorsprong dus. Eerbiedwaardige achterstand, zo u wilt, voor Henny Kuiper die tweede werd. Wat gebeurde er die dagen? Hoe zag onze wereld er toen uit? The winner takes it all. Op de Republikeinse conventie wijst Ronald Reagan George Bush senior aan als zijn running mate. De waarschuwing op een pakje sigaretten wordt verplicht en een krachtige zuidwestenwind zorgt voor een temperatuur van 17 graden. In de Tour zijn de truien verdeeld. Het groen is voor Pevenage, het geel voor Joop, de bolle voor Martin en het wit voor Van der Velde. Goed, dames en heren. Het leuke van live televisie is dat het door mensen gedaan wordt. En mensen, zoals u weet, maken fouten. Kuiper maakt fouten, Smeets maakt fouten, iemand anders in Hilversum maakt fout. Want er ligt een bandje en daar staat op de Tour van 80. En de Tour van 80 heeft een hoeveel uitvoeringen? 21. Als u goed gekeken heeft gisteren, dan was dat degene die we nu ook doen. Hebben we de goede gevonden? Iemand heeft nu gezegd van, hey Pollens, dit is de goede. Tweede poging, 1980. Hoe zag het er toen uit? The winner takes it all. Juli 1980 is een dag van uiterste. De rente gaat omlaag, maar het brood wordt 2 cent duurder. De Olympische vlam arriveert in Moskou. En de temperatuur, u raadt het al, het is alweer 17 graden. De 20e etappe in de Tour van 1980 is een tijdrit. Net als die in de Tour van 2005 van Saint-Étienne naar Saint-Étienne. Deze gaat over 34 kilometer. En zoetemelk wint. Ook de andere Nederlanders rijden een goede tijdrit. Bert Oosterbos wordt zesde en Gerry Kneteman tweede. Henny Kuiper rijdt nog voor de tweede plaats in het algemeen klassement. Nu gaat het erom dat Kuipertje die 13 seconden die hem scheiden van de Fransman Martin in het algemeen individueel klassement wegrijdt. Dat is zijn opdracht. En dat is zijn optiek. Gokt op de tweede plaats in Parijs. Als ik die behaal, zei hij vanochtend, dan ben ik tevreden en dan kan ik tevreden naar huis gaan. Kuiper finisht in de vierde tijd. 46 minuten en 50 seconden. We gaan kijken naar de aankomst van Raymond Martin. 48-04. Dat betekent dat Henny Kuiper royaal de tweede plaats heeft overgenomen van Raymond Martin. En nu zal het daarom gaan spannen of Gerry Kneteman wint of Joop Zoetemelk wint. Nog steeds geen indruk wie er gaat winnen? Nou, ik denk dat Joop gaat winnen hoor. Ik zit hier met de zijne in mijn flikker, maar dat geeft niet. Want het is toch, als je wint, is toch een etappe in de Tour, maar ik geloof wel dat Joop gaat winnen. U hoort het. Dat zou betekenen dat als Gerry Kneteman wint, of Joop, dat de 11e Nederlandse etappezege zou betekenen in deze ronde. Links de tijd van Gerry Kneteman. En daar komt Joop over de finish en heeft gewonnen. Fantastisch gedaan. The winner takes.
The winner takes it all. ABBA uit 1980. De Tour van 80. De Tour van Joop. En we hebben het langzaam opgebouwd in deze ronde van Frankrijk. Dag per dag hebben we bijgehouden wat er gebeurde. Henny Kuiper werd keurig tweede. We wonnen met z'n allen 10 etappes. De witte trui was voor Johan van der Velde. En wat nu doen wij morgen in het programma? U weet, morgen wordt er een etappe verreden. En we beginnen om 2:00. Dan gaan we afwisselend de etappe laten zien. Dat gaat altijd heel erg rustig voordat we in Parijs zijn. En dan zullen we hier vanuit Parijs, hier vanuit Le Doyen aan de Champs-Élysées, zullen we u confronteren met de mensen van de rallyploeg van 1980. Joop zal er zijn. Ploegleider Peter Post. Zijn ploeggenoten Johan van der Velde, Henk Lubberding, Leo van Vliet en Kees Priem. Zijn verzorger Ruud Bakker zal er zijn. Weet u wie er ook is? Dries van Acht, de man van de fantastische accolade. Die dat deed hier op dat podium aan de buurt. En Jean Nelissen is er. Dat morgen vanaf 2:00 afwisselend etappe en terugkijken op de Tour van 80. We gaan naar de opgave van gisteravond. Kijken of u wist wat er gebeurde bij dit merkwaardige voorval. De grappen van de laatste etappe in de Tour. Het verwisselen van shirt. Geel gaat naar T van Vliet. En het Panasonic shirt, dat is iets te klein voor Fignon. En dan zitten ze allebei met zo'n shirt. En wat gebeurt er dan? De keuze is, de billen gaan bloot. Teuntje wil geel houden of hij pakt de bril van Fignon af. Weet jij nog wat er gebeurde? Absoluut niet. Nee? Waar zat jij toen in die Tour? Dit is nieuw voor mij. Dat is nieuw voor jou. Kijk je wel eens de televisie dan? Ja, wij zien niks hier in Frankrijk. Ja, dat is waar. En wij genieten alleen van de Tour in Frankrijk. Dat is ook de moeite waard. We doen ook de Tour door Frankrijk. Ja, dat is waar. Hier is het antwoord, dames en heren. Teun van Vliet en Laurent Fignon. Kijk, ja hier hoor. De eerste strip die is in de Ronde van Frankrijk. Ja hoor. In zijn blote gat zit Teun en iedereen lacht, iedereen heeft plezier. Van Vliet thee in de blote billen. En waarschijnlijk dat we morgen nog wel weer van dit soort gekke toestanden krijgen in de Tour. Het antwoord was A en we hebben een winnaar. In Parijs mag ik feliciteren Ahmed Hussein van de Amerikalaan uit Utrecht. Hartelijk gefeliciteerd met het pakket van de dag. En u gaat morgen in de koker voor de fiets. Ahmed Hussein, fantastisch. En als we deze prijs gezien hebben, meteen de opgave van de zaterdag van Parijs. Het is de laatste. Eens kijken of u hem thuis weet. Wij weten hem sowieso niet. Parijs 1982. Massa sprint. Zeg het maar, Mart. En wat nu? Wie wordt het? A. Sean Kelly. B. Bernard Hinault. Of C. Freddy Martens. Stuur uw antwoord naar het e-mailadres boven in beeld. De dagprijs is een NOS Tourpakket. En aan het einde van de Tour verloten we deze fiets onder alle dagwinnaars. Tenminste, als we hem dan terug hebben. Jij mag niet zeggen wat er gebeurde, want deze had je wel gewoon goed, hè? Ja. Nou, als het over wielrennen gaat, weet ik best wel. Heb jij ook